Dit is nieuwsuitzending nummer 146. En dat zijn gewoon persoonlijke varia. En het gaat uiteindelijk naar het werk toe van Frederik Tupper Saucy. F. Tupper Saucy. En Saucy, wij zouden zeggen Saucy. Dat is een naam van een familie binnen de Hugenoten. En de Hugenoten, dat is een christelijke organisatie, een christelijke club. En wilde niet onder het auspiciën staan van de onfeilbare mens. Zij waren het daar niet mee eens. Zij wilden vrij zijn. En zelf hun eigen christelijke geloof beleiden. Nou, uit die familie is er een man geweest en die heette dus Frederik Tupper Saucy. Daar gaat dit werk naartoe. En daarvoor maak ik even een omweggetje om het gezellig te houden. Dat jullie kunnen zien hoe ik leef. Ik ben ook maar een duiveltje. Hè? Dit is mijn woonkamer. En daarvoor zie je dus een graafmachine. En die is alles aan het afmaken. Die man althans. Ze hebben het hele gebouw gesloopt. Oude rotzooi weggehaald om ruimte te maken voor nieuwe dingen. Voor nieuwe energie. Voor levensruimte. En een herrie die dat geeft, maar ja, aan de ene kant heb je veel herrie en aan de andere kant kan je zien dat hier opgeruimd wordt. Want wat is er vandaag gebeurd? Oh ja, dit is dan het café, maar goed, dat is niet zo heel belangrijk. Maar het is wel een leuke foto, toch? Dit is niet mijn bier trouwens hoor. Ik drink dit niet, want voor hetzelfde geld is dat Heineken. Je weet het maar nooit, hè. Maar terug naar het schoonmaken, het opruimen. Vandaag is bij mij langs geweest een goede vriend. Zij is overtuigd lesbisch. Zo. Daar komt ze gewoon eerlijk voor uit. En ze heeft ook een hele goede reden daarvoor. Wat al die pussies om je heen. Ik kan alleen maar met haar meeknikken. Zij organiseert gewoon dingen. Het is echt een moeder. Een mannetjesmoeder. Het is getuige X1, laat ik haar zo noemen. Ik heb nog een uitzending gemaakt over getuige X1. Die kan je ook opzoeken. Die kan je live, kan je haar stem horen. Ze heeft een hele mooie stem. Ze kan zingen. Niet als een nachtegaal, nee, als een adelaar. Echt. Oh, en dan heb ik mijn check vergeten te pakken. Oh, dit kost 2 seconden. Oh, sorry mensen. Wat jullie ook moeten doen. Je moet niet alles voorbereiden. Met Jurk Gliesman doe ik dat ook. De leukste gesprekken tussen mij en hem zijn dat je vertelt wat je bezighoudt. Nou, vandaag heeft de werkster mij bezig gehouden. Ik heb, terwijl ze hier was, heb ik zitten programmeren op een heel erg lastig Unix, dat heet het Unix op zijn Nederlands, maar Unix, dat is een operating system. Dan heb je dus die toegangsbeveiligingen die erin zitten. En het leuke van Unix is dat het dus helemaal dichtgetimmerd is. En het leuke van Unix is dat als je een dichtgetimmerd probleem hebt, je komt daar niet uit. Hoofdbrekens. En onderwijl hoorde ik gewoon de borden tikken. En die werden allemaal eerst in een emmer en een tijltje. En de keuken is gewoon spik en span. Op onderdelen dan. Hè. Ze kon niet in één keer alles doen. Je moest dus weten hoe het hier uitziet. Hè. En heeft ze het afgemaakt? Nou, dat wat een taak was, een soort primariteit, dat heeft ze afgemaakt. Heeft ze een uur staan buffelen. En toen vonden we het allebei genoeg geweest. En binnenkort komt ze weer terug voor het tweede uur. En als alles goed gaat, maken we een afspraak op lange termijn.
want zij maakt dingen af. Zij is opgegroeid in een kraakpand met een hippie moeder. En veel van haar familie, dat zijn Suri's, Surinamers, en die mag je gewoon Suri's noemen. Je mag mij ook uitschelden voor witneger of zo. Maakt me helemaal niet uit. Maar haar familie, dat zijn van die Suri's en dat zijn van die traditionele mensen. En zij kon ook echt zeggen van, ja, het heeft zijn waarde. Het is tot hier en niet verder, als je stomme dingen ziet. Dan helemaal. Maar ze hebben waarden en normen. Het zijn alleen de haren niet. Ja. We hebben erover gesproken. Ik vind het altijd leuk om. Zij is ontzettend mannelijk. Ik was laatst weer met haar ergens, in een café of zo. En dan kijk ik vanuit mijn ooghoeken en dan zie ik gewoon een man staan. En dan denk ik, wie is die man? Waar komt die man vandaan? En dan kijk ik naar haar en denk, oh, ben jij het weer? Dat is echt zo'n. Ze heeft een hele. Ja, een mannelijke uitstraling. Maar waarom niet? Wij de mannen die worden afgeslacht bij de vleet. Dat weet zij dus ook. Het is ook zo prettig dat je een werkster hebt die iets van verstand heeft. Zij snapt wat er gebeurd is in de IJzenhouwer dodenkampen. Ja? Toen hadden ze 1 miljoen krijgsgevangenen van de Deutsche. Die hadden ze over. Ja, ga je die mannen loslaten in de maatschappij of krijg je dan een probleem op langere termijn? Die mannen moesten weg. Hebben ze 1 miljoen mannen. Hebben ze. En dus met haar kan ik dat gewoon bespreken. En ik vroeg ook aan haar, hoe hebben ze dat gedaan? Nou, dat wist zij niet. Toen zei ik, nou, wat ze niet gedaan hebben, is gaskamers gebouwd en er dan 2000 per dag wegmaaien. Want dan heb je namelijk 2000 per dag, maar je hebt er 1 miljoen, dat is dus 1000 keer 1000. Dus dan ben je 500 dagen bezig om iedereen te vergassen. En dan moet je ook nog kruiwagens hebben en mannetjes die bereid zijn om die lijken in die kruiwagens te stoppen en dan naar de crematie over te brengen. En dan moet je ook de diesel hebben. En al die lijken moeten verbrand worden. En je kan het proberen, hou maar eens een vlammetje onder je arm. Maar jij bestaat voor 80% uit water. Dus een mens kan niet branden. Natuurlijk kan een mens branden. Ik bijvoorbeeld, van woede. Nou, zij snapte dat ze die 1 miljoen Duitse krijgsgevangenen niet met gaskamers. In de blote bips. Zo. Met je blote bips in een gaskamer. Want we gaan douchen. Nee, wat ze gedaan hebben. Ze hebben gewoon een partijtje prikkeldraad opgesteld. En zo moeilijk is dat niet. Er is een papalen in de grond. Die moeten goed stevig zitten. Nou, je hebt ergens wel een betonfirma of zo. En een paar jokers die willen wel wat gaten graven. En dan zet je gewoon zo'n paal erin. Een stotje vol met cement. Hoppakee, daar staat een paal. Nou, nog een paal, 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 paal, paal. Ja? Nou, en allemaal prikkeldraad. Ja. Dan moet je even kijken hoeveel levensruimte heeft zo'n krijgsgevangene nodig. Die nog maar weinig te leven heeft. Nou, ik denk ongeveer 100 bij 100 centimeter. Dat moet eigenlijk te doen zijn. Dus dan heb je per vierkante meter 1 mens. Nou, je hebt er dus 1 miljoen. Ah, dan kan je in batches doen. Maar stel je doet gewoon 1 miljoen. Hè. Dan heb je gewoon 1000 keer 1000 meter heb je nodig. Dus 1 kilometer en nog een kilometer. En en je moet dus het prikkeldraad, dat moet om de 10 centimeter. En dat moet er minimaal 3 meter hoog zijn. Dus dan moet je. 30 rondjes, dus dat is een 30 keer 4 kilometer, dat is 120 kilometer prikkeldraad. Wat kost dat nou? Kom op zeg. Nou, al die jongens erin, waar ze toch geen last van wilden hebben. Hè? Gewoon, ga er maar in, ga er maar in, ga er maar in. Is het tijdelijke
tijdelijke voorziening. Ja. Nou, die jongens kwamen binnen. Er was dus geen afdak. Er waren geen dekens. Er was geen sanitair. Er was niet eens iets van water. En er was ook geen voedsel. En medicijnen was een lachertje. Ja. Natuurlijk had je geen medicijnen daar. Maar wel regen. En je had daar ook rondom dat prikkeldraad een stuk of 10, 20, echt niet veel hoor. Gewoon een mannetje of 10, 20. Met lange afstanden, nou in ieder geval geweren, een pistolen. En, als iemand vervelend deed, dan knalde hij hem voor zijn kop. En wat heel vervelend was, was dat de lokale bevolking, die wisten dan van zo'n, dat heet een concentratiekamp. Van, oh jee, een concentratiekamp. En die zagen dat die mensen helemaal niks hadden. En die gooiden dan gewoon een broden over het prikkeldraad heen. Totdat ze erachter kwamen dat degene die dat gingen doen, of zouden zij, of ze gezegd hadden dat ze dat zouden gaan doen, ja, die werden de volgende dag voor lijk aangetroffen naast het prikkeldraad. Aan de buitenkant weliswaar, maar wel dood. Kijk, en dan hou je daar ook mee op. Want dat is veel te gevaarlijk, hè. Een miljoen mannen. Afgerond. En die mannen moeten ze altijd hebben. Kill the blokes. Waar je nu naar kijkt, deze foto, dat is een wielrenner. En die heet Panani. Pantani, sorry. Olifantje. En hier zit mijn vriend Lars. Dus, wat je weet, ik weet waar zijn atelier woont. Hij is in een ICT-laboratorium begonnen. Dus, hij moet zichzelf een beetje verborgen houden. Dit is Café de Wacht in Arnhem. Daar moet een ieder naartoe. Eén keer in je leven. Ik ga naar Frederik Tupper Saucy toe. Ik pak hem er even bij. Dus dit ding. Even kijken. Frederik Tupper Saucy. Dat was dus een teller van een familie van hugenoten. En die heeft het ongelooflijk aan de stok gekregen met meneer de paus. En hier staat het document. Rulers of Evil. En dit werk wil ik net als Jurk Liesman en Tom Fraes ook bespreken. Maar dan op zijn Amsterdams en Diets, op zijn Nederlands, op onze dialecten, in onze taal. Dit beloof ik jullie. Het is erg mooi geschreven. Het is heel goed verzameld. En het wordt ongelooflijk veel geciteerd op de Conspiracy Radio. Die je zo aan kan zetten. F. Tupper Saucy. Ja? Hij staat momenteel niet in de selectiemode. Maar hier staat er dus de naam. En dit is dan de Rulers of Evil. Ik ga het allemaal online vertalen. Ik ga het oplezen. En gelijk omzetten in Nederland. Dat moet je gewoon met me mee gaan lezen. Deze PDF die kan je van mij krijgen, maar dat hoeft helemaal niet. Want je kan, als je deze term intypt en die term intypt en dan combineert met de term download. Dus niet naar beneden halen of zo, maar gewoon download. Of je zegt PDF, dat kan je ook doen. Moet je zoektermen een beetje aanpassen, maar je vindt hem zo. En dan kan je met me meelezen in het Engels. Dan heb je Engels en ik vertaal hem dan in het Nederlands. Het is totaal 300, hoeveel pagina's wel niet, man. Even kijken hoor. Want waar zat dat ding? Oh, ik weet het nog niet. Zo, en dan appa. Het zijn in totaal
weg. Wat een schrijfwerk, hè? Is dan een blanco pagina? Oh, dat is niet zo belangrijk. Hoppakee. Dat valt allemaal nog reuze mee. Oh, dit valt wel mee. Dit is allemaal nog... Dit heet een index. Wat je hier ziet staan. Heb je gewoon een woord, kan je hier opzoeken. En dan heb je hier dus de paginanummers erachter staan. Dit is echt ontzettend. Hier een hele mooie. Kom, ik zal me eventjes fullscreen zetten. Het is alleen maar om jullie geil te maken, snap je? Om eventjes de... Wat we hier allemaal te zien gaan krijgen. Want daar weet je het, hè? Hier staat hij. Ratio Studiorum. Dit is de naam van Engel. Dit is denk ik ook heel interessant. De Rode Kamer. En dit verhaal. Catharina van Aragon. Catharina. Of Catharina. Van Braganza. En dan hier. Elisabeth I. van Engeland. Nou, dit was ontzettend. Hier krijg je gewoon geschiedenis, man. Deze man heeft 10. Kijk eens hier. Dit is ook een mooie. Franklin D. Roosevelt. Die wordt wel genoemd FDR. Ik moet eventjes een boodschapje wegklikken. Wacht even, het gaat heel ingewikkeld. Sorry. Dat gaat wel zo weg. Alleen maar zakelijk, dat telt niks voor. Terug naar de voorvertaling. Rosicrucian. Dat zijn de rozenkruisers. Ik heb les gehad van een rozenkruiser. Dat is het Rose Croix. Rothschild zit er natuurlijk in. En hier. Amstel Maya. Ja, Rothschild Maya. Dit gaat door voor het meest... Oh, Protagoras heeft dit ook over. Dat wist ik helemaal niet. Maar die ken ik. En het protestant. Dat is dan inleiding 13. Inleiding 15. En dan het boek, pagina 5, boek, tot en met 284. Protestantism, moet je zeggen. Protestantism. Die klemtoon moet je hebben. Protest. Want je mag nu niet pikken, man. Je mag hier absoluut niet mee akkoord gaan. Niet met dit boek natuurlijk. Want het heeft Frederik Tupper Saucy heel mooi geschreven. Dit is dan de index. Dit is dan... Oh, dit is pas met de O. Persefone gaan we het over hebben. Farao. Blaise Pascal komt er nog in voor. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dit wordt interessant. En Paraguay. En dat is zonder meer een item. En dit zijn dan... Dit zijn die pauzen. Zo, de knetter. Een hoop pauze hebben we gehad, hè? Adriaan de Eerste, Adriaan de Zesde, Alexander de Zesde, Alexander... Oh, hier zat Alessandro en de Alexander was al zijn. Bonifatius. Dat betekent mooi gezicht. Fase is gezicht en Boni is mooi. Een mooi man. Bonifatius de achtste. Clement de vijfde. Clement de zevende. Clement de achtste. Clement de twaalfde. Clement de dertiende. Clementius moet ik eigenlijk zeggen. Clementius de vijfde. Clementius de veertiende. Eugenius. Ik weet dat Nederlands woord niet. Gelatius. Zou ik zo zeggen. Gregorius. Honorius. En hier. Johannes Paulus de tweede. En Leo. En heb je hier dus de Pius de negende. Die heet ook Pio Nono. Heet die ook wel. Interessant, man.
En wat er met Portugal, hoe dat in elkaar zat. En dan of de Primitive Christian Church natuurlijk. En dit is een eentje om in de gaten te houden. En die andere staat er ook in, hoor. Is alleen nog maar de index, hè, mensen. Het is gewoon Lee Harvey Oswald. Oh, zie hem staan? Oswald. Lee Harvey. Dan weet ik tenminste een beetje wat er gebeurd is. En niet in paniek raken of zo. Want, morgen zijn de supermarkten heus nog wel open, hoor. Er zijn altijd wel oude vrouwtjes te beroven van hun pinpas. Moet je wel altijd van tevoren aardig vragen natuurlijk. Van, Mendelssohn, Michelangelo, meer dan een index. Johannes de Doper. Ik weet niet of jullie dit kunnen lezen, maar ik ga er niet uitvergroot worden. Dan die koningen. Dit is ook Louis XIV en Louis XV. Louis de XIV en Louis de XV. Volgens mij krijgen we dan echt. Oh, hier David Koresh. Dat is wacko, is dat. John Locke gaan we het over hebben, dus. Dat is een empiricist, of empirist op zijn Nederlands. En op zijn Engels een empiricist. Geen. Dat was toen met die. Hoe zeg je dat? Ja, dat continentale filosofie, dat waren de rationalisten. En in Engeland had je de empiristen. Oh, Holland komt er ook voor. Oh, en kijk, mijn favoriet. Man, wat een gezellig boek dit. Adolf Hitler. Adolf de Visionspeler. En daaronder, Holy Land. En dan hier heel veel. Jezuïet, 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 Jezuïet
Jens telt. Oh, en Gutenberg. Dit staat hem ook, hè? Kijk, wat ik kan zo vergroteren. Wat interessant. Kijk, Gutenberg. Johannes Gutenberg, hè? De Gunpowder Plot. Ik kom er eventjes aan bod. Groot-Brittannië. Oh, wat het leuk, man. Wat een geweldige lezing. Even kijken waar... Ja, deze gaan we het ook over hebben. Georgetown University. En Germanicum. Wat ze allemaal gedaan hebben. Fascisme. Vasquez. Erasmus. Dat is een van onze. Desiderius Erasmus. Lof der zotheid is van hem. Hij heeft gedoseerd in Rotterdam. Hij is geboren in de buurt van waar Jurk Gliesman woont. Leuven of zo. The Society of Jesus. Ja, natuurlijk komt hij erin, hè? Ja. Dat zijn de... zij hebben ons tot vijand verklaard. Dit zijn de mensen die ons tot vijand hebben verklaard. Ze houden niet van ons in die zin dat ze ons weg willen. Want zij willen hier de baas zijn. En wie niet? Ik zou ook wel de baas willen zijn. Dit is ook heel interessant. De katholieke kerk van de Verenigde Staten. Je hebt die Anglo-Saxische kerk, die is met Henry de Achtste of Hendrik de Achtste begonnen. Dat hij zei, ik ben mijn eigen paus in mijn eigen gebied. En de katholieke kerk die heeft ook zoiets willen doen, maar dat is niet helemaal gelukt.
Carroll, dat is er ook eentje. Dat is een grote controverse. De rol van de familie Carroll bij de oprichting van de Verenigde Staten in de zin dat ze onafhankelijk waren of een eigen grondwet hadden. En deze familie, dat waren Jezuïeten. Die waren van de paus en niemand had het in de gaten. De Boston Tea Party, dat is ook zo'n opgeblazen verhaal, daar klopt helemaal niks van. Boeddha, ik weet niet, het is wel interessant wat hij te vertellen heeft over Boeddha. Dan ga je een paginaatje terug. Dit is dan de A. Even kijken. Anathema. Die moet ik nog even opzoeken wat het woord ook alweer precies betekent. Zo. Anacostics weet ik ook niet zo uit mijn hoofd. Angelican, daar snap ik wel. Bacchus, dat is de god van de wijn. Krijg je hier assassination. Atonement. Hè? Dat vind ik ook echt dat iedereen dat moet doen. Hè? Iedereen moet, dus het tonen van berouw. Toonberouw. Dat moet iedereen doen. Aristoteles, die ken ik natuurlijk. Dit is de Ark. Sint Thomas van Aquino. Zo heet hij op zijn Nederlands. Dus Sint Thomas van Aquino. Thomas Aquino. Nee, Sint Thomas Aquino. Die man die had een hele dikke buik. En het schijnt dat hij een werkbureau had met speciaal voor hem, voor zijn buik. Daar was er een ronding uitgezaagd. Met, nou, niet een decoupeerzaag, want in die tijd hadden ze geen decoupeerzagen, want ze hadden geen elektriciteit. En het schijnt zo te zijn dat hij dan, zat hij aan zijn bureau met zijn buik zo in die opening, zodat die buik een beetje de ruimte had, want hij wilde ook levensruimte. Dan had hij 3 schrijvers om zich heen. Van die goed uitziende mannen, denk ik. Een beetje jong. En dan riep hij dan, jij schrijft dit. En jij schrijft dat. Jij schrijft zus. En ik heb die meuk ook nog gelezen. Dat heb ik ook nog gedaan. Ik heb Thomas Aquino, of Thomas van Aquino. Even nakijken. Maar ik heb dat allemaal gelezen. Slaat helemaal op. Dat is een tang op een varken misschien. Niet iets om blij van te worden. Door Thomas van Aquino, die had wat mij betreft de Nobelprijs voor de literatuur mogen krijgen. Samen met Bob Dylan. Thomas van Aquino vergelijkt met Bob Dylan. Dan heb je echt zoiets van, ja, wat weegt nou zwaarder? Ja, en dan het ene jaar geven de Nobelprijs voor de tweede keer aan Bob Dylan. En dan vervolgende keer dan krijgt Thomas van Aquino of zijn familie. Posthum alsnog laat het ook gewoon niet meer de literatuurprijs van de Nobelprijs voor de literatuur noemen. Nee, we noemen het gewoon de Bob Dylan prijs. Van de Hurricane en een Mozambique. Dat is ook een mooi nummer van hem. Ja, ik vind het prachtig. Ik heb zo'n cd van hem een keer gekocht voor een vrouw. Waarvan ik dacht van, dit vind jij wel mooi. In de zin dat ik dat haar ook wel, ik vond het wel een mooie vrouw. Dus heb ik die gewoon gegeven, want ik wist dat ze hem leuk vindt, maar ik wilde hem zelf niet hebben. Ik draai geen Bob Dylan in mijn huis. Die Subterranean Homesick Blues, waar hij de Nobelprijs voor de literatuur voor heeft gekregen, die heb ik destijds geluisterd als een cover van een gitarist of band, dingensformatie, en dat klonk gewoon lekker. Naar dat opgejaagde gedoe van de Hurry of the Hurricane. En denk ik, wat is je kan er niet op dansen, laat ik het zo maar zeggen. Gewoon, ik vind het eigenlijk niet sexy. Doe mij maar dansmuziek. Vandaag heb ik Lee Scratch Perry gedraaid. Het is toevallig dan dezelfde achternaam als dat ik mijn voornaam heb. Dus je hebt dezelfde naam van achternaam. Dus
Perry Winkle heeft dezelfde naam heeft dezelfde naam als Perry Winkle en Lee Scratch Perry hebben dezelfde naam. Perry Winkle als voornaam en Lee Perry als achternaam. Dat is denk ik wel in één zin hoe het zit. Geweldige muzikant. En Tupper Saucy, want ik zou gelijk, ik doe even spoiler alert. Dus ja, als je niet wil weten hoe het afloopt, dan moet je nu de uitzending stoppen. Maar Frank Frederick Tupper Saucy heeft een conclusie getrokken. En gezegd, mensen gaan muziek maken. Of er naar luisteren, of erop dansen. En de rest is... Wij kunnen hier niet tegenin. Als je hier een strijd mee aangaat, dan kun je net zo goed van tevoren je kop in een gaskamer stoppen. Je hebt al verloren voordat je aan de strijd begonnen bent. En daar zit de zwakke plek. Want wij zijn niet machteloos. En Frederik Tupper Saucy is ook gewoon in 2006, het was mijn dochter was toen 6, toen is Frederik Tupper Saucy gewoon dood gegaan. Na een mooi leven. Veel muziek gemaakt. En ga er maar vanuit dat de teksten van Frederik Tupper Saucy dat die deugen. Dit is dan de bibliografie. Ik heb nou dus de uitkomst verteld. Hè? De muziek, daar gaat het over. Dat is de antidotum. Kijk eens. Dat is de bibliografie. Dat zijn alle geraadpleegde werken. Heel veel van deze dingen kan je als pdf denk ik gewoon downloaden. Of een samenvatting ervan lezen. Je moet allemaal controleren. Aan de andere kant, dit is al zoveel gecontroleerd dit werk. Hier zitten gewoon geen fouten meer in. Heeft hij 10 jaar over gedaan. Hè? Dit zijn bijbelteksten. Dus dan kijk je over hoofdstuk 25. De two ministries. Zijn de twee ministeriën. De twee gezaghebbers. Zo. Gezaghebbers. Heb je hier de bijbelteksten. Dat is een Bible-believing Christian. Habuka staat er ook in. Ik heb mijn Bijbel erbij, dus ik zou het heel leuk vinden om samen met jullie gewoon door het werk heen te gaan. En dan moet ik natuurlijk wel een beetje beperken, maar ik denk dat ik zal even kijken naar hoe lang Tom Fraes en Jurk Gliesman op zijn beurt. Hoeveel uren ze hier aan besteed hebben. Ik zal proberen om het korter te doen dan zij. En wil geen detail overslaan. Hislop. Is er een hele, is ook, daar is Jurk Gliesman ook heel veel mee bezig geweest. Dat is Alexander Hislop heet hij. En dat boek heet De Twee Babylons. En op zijn Duits heet dat van Babylon naar Rome. Iedereen is Bob Marley vergeten, maar Bob Marley is springlevend. Is ook een het effect van thee, dat is... En dan deze man. Ik zal hem even uitvergroten, want dit wordt ook ontzettend duidelijk. De kunst van het oorlog voeren. Het is hier. Sun Tzu. Om een of andere reden ken ik een aantal oud-militairen. En jongens die ook de officieropleiding hebben gedaan. Of officiersopleiding. En die jongens hebben dit allemaal gelezen. En ik pas Sun Tzu,
pas ik toe als ik schaak. Als ik aan het schaken ben, dan wil ik altijd mijn tegenstander laten geloven dat ik heel zwak ben. Terwijl ik weet dat ik er heel sterk voor sta. Maar ik lijk zwak. En dan pakt hij mijn paard. En ik pak zijn koning. Hé, hey, dat is een mooie ruil, hè? Eén paard van mij voor jou. En ik heb je koning. Toedeledokie. Allemaal trucjes. Het zijn allemaal, ja, het is echt leuk om dat te leren. Dan leer je tenminste wat wij mensheid zo met z'n allen in al die tijd hebben gepresteerd. Hè? Dit wordt denk ik ook een hele mooie. Dit hoofdstuk heb ik al door Jurk Liesman en door Tom Fresh hebben dat besproken. Dus ik weet er het een en ander van. Het Timely Grand Tour, dat wordt ook een leuke. Dit is een hele, dit is echt hoofdstuk 12. Hè? Lorenzo Ricci's War. The Secret Bridge. En de gekheid van koning Charles de Derde. Ja, dit wordt heel leuk. The Fingerstroke of God. Zat er ook nog het... Het Latijn heb je ook nog. Op ze, in het Latijn dan hoor je het gelijk. Ja. Hoe goed de paus is. Hè? Medici Learning. Het gaat over de familie de Medici. Babylon is naar het noorden van Italië gegaan. En Zwitserland, daar hebben ze al hun geld opgeslagen. En daar zit hun stay behind armie. Je kan ze niet pakken. En dan hier, dus, dit is in feite waar het om gaat. Dat wat niemand in de gaten heeft. Subliminal Rome. Sublimaal. Zeggen wij op zijn Nederlands. Dat betekent dat je een boodschap krijgt die je niet direct ervaart. De volgende dag word je wakker en je denkt anders. Zo kan Rome zich ook verbergen. Ja, achter een ja, pracht en praal, en, liefdadigheid, en vaccinatieprogramma's en allemaal... Dit gaan doen. Niet te veel wiskunde. Want dan zijn jullie vrij. Hè? Wat wil je nou als kind? Hè? Die ingewikkelde wiskunde tentamens? Nee toch. Je lekker buiten spelen met de bal. Dat is de sublimale werking van Roma. Die techniek is in de bioscooptijd. Wel, de bioscopen zijn er nog steeds. En wat ze gedaan hebben, is dat ze namen ze een leuke film. En dan vlak voor de pauze, dan deden ze daar beeldjes tussen van Coca-Cola flesjes. Van die lekkere koude Coca-Cola en een ding met popcorn. En als ze dat niet deden, dan gingen mensen in de pauze natuurlijk wel even de zaal uit. Maar dan namen ze ja, een glaasje water of een kopje thee. En niet die dure dingen. Zoals een flesje cola en een bak popcorn. Als je die beeldjes erin stopte, wel. Dan had je gewoon hogere opbrengst. En wat kost dat nou? Je moet vooral niet te veel plaatjes hebben. Het is eigenlijk gewoon één plaatje is genoeg. Je hebt 30 beelden per seconde. Dan doe je gewoon één fotootje tussen van een Coca-Cola en een... En andere dingen die je hebt, van, vooral wat je daar te koop hebt in de pauze, die lekker duur zijn. Of lekker zijn. En dat stimuleert. Hè? En die mensen in die bioscoop, die krijgen die boodschap binnen. Ja, en die gingen dus bestellen. Nou, daar zijn ze achter gekomen en daar is een officieel verbod op ingesteld. Dan krijg je het volgende probleem. Dan krijg je de filmcontrole instantie en die gaat dus de hele film aflopen.
kijken of er geen sublimaatbeelden in zitten. Ja, die wet kan je natuurlijk niet handhaven. Of hij is heel erg duur. En zo werkt Rome ook. Je hebt het niet in de gaten. Want je snapt het niet. Rome werkt door de hele tijd boe te roepen. Het is fosforus. Fosforus over het oude Babylon. Dit zal Jurk Liesman denk ik wel waarderen. Dat ik hem dit vertel. In het oude Babylon hadden ze twee namen voor de ster. Ster, denk erom hè. Want in die tijd hadden ze dus planaire, waar ons woord planeet vandaan komt. En dat heetten in die tijd zwerfsterren. Dus je had vaste sterren en zwerfsterren. Nou, daar hadden ze twee sterren in Babylon, in Sumerië. En die ene, die heette de morgenster. Dat was ook een zwerfster. Nou, die was af en toe in de morgen, was hij er. En dan, was hij weer weg. En je had de avondster. En die heette Hesperus. Dus fosforus en Hesperus. Morgenster, avondster. De morgenster, dat wordt wel vergeleken met Lucifer, de lichtbrenger. Dat is de brenger van het licht. Dat is in feite degene die alles mag. Dat is de duivel zelf. En in het volksgeloof klopt dat ook. Op individueel terrein is dat terecht. Want als jij weet, ik zal je een verhaal vertellen. Er was een familie en die moest terug vanuit Noord-Frankrijk naar Nederland. En toen was er iemand zo slim om in de portemonnee te kijken van tevoren. En toen werd er dus geconstateerd dat het benzineverbruik te hoog was. En ze zouden ergens zonder benzine en helaas ook zonder contanten stranden. Ergens in de buurt van Breda of zo. Ja, dan sta je daar. En wat ga je dan doen? Tante Gerda bellen. Nou hadden ze aan boord in de auto een jongen. En die was geestelijk, hij was pastisch. Of hij was niet helemaal knijs. Hè? Maar die mocht ook mee op vakantie. En die jongen zei toen, wat we gaan doen. Wij gaan een omweg maken via Luxemburg. En die familie die keek die jongen aan van, wat? We hebben al geen benzine meer genoeg om naar Nederland te komen. En jij stelt voor om een omweg te maken langs Luxemburg? Waarop die jongen zei ja. Want daar is de benzine, weet ik veel, 90 eurocent. We rijden van ons laatste benzinebeetje naar Luxemburg. Daar gooi je de auto vol en je rijdt in één keer naar huis. Hij is dus op die manier de lichtbrenger. Het punt met de paus is dat dat een formele lichtbrenger is. Hij weet het echt. Hij kijkt dwars door je ziel heen, zullen we zeggen. Weet ik veel wat die man bedoelt. Ik weet alleen maar dat hij graag met een hoed op zijn hoofd loopt. En dat hij het heel leuk vindt om met allemaal mannen, gewoon 10.000 mannen, gaat hij gewoon, ik zal hem even erbij pakken. Het is heel raar hoor. Het beter weet je er maar van, snap je? Er is in principe niks aan de hand. Even kijken hoor. Second Council. En dan die wil ik eigenlijk hebben. Vaticaan. Dinges, ja. Er moet even images. Kijk. Kijk, je moet er maar van houden. Moet je eens kijken, man. Hier zit ergens de paus, denk ik. Hè? En hier zitten al die mannen. Waar mag ik zitten? En allemaal netjes. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knechten, want we zitten
allemaal evenricht. Du, 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 do, 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 do. Ja, je moet het maar willen, man. Maar wat moet je ermee? Kan het ook nog een beetje fullscreen? Ja, even kijken, man. Ik weet nog wel, hè, dat ik... Het was een vrijdag. En ik dacht echt, ik wil morgen niet werken. En toen heb ik met opzet, heb ik gewoon nog een whisky besteld. En toen ben ik de tel verloren. En toen ben ik zo naar mijn huis gekomen. Of ik denk dat ik gewoon gebruik heb gemaakt van de Corioliekracht. Ik sprong gewoon even omhoog en toen hop was ik thuis. En de volgende ochtend werd ik wakker met een ongelofelijke kater. En dan was ik zo gelukkig, want ik was ontheven van werk. Het woord kotsen, dat zou me al te veel energie kosten. Dus het kotsen kostte te veel. Ik denk, oké, ik ga helemaal stil liggen. Ik beweeg geen spier. Rustig blijven liggen, anders moet je helemaal naar het toilet lopen. Nou, om 4:00 middags, toen wist ik er wat in te krijgen in mijn lichaam. En toen heb ik nog snel boodschappen gedaan, want in die tijd gingen op zaterdag de winkels om 5:00 dicht. Dus daar moest je altijd rekening mee houden. Dus ik moest dus heel vroeg opstaan, hè, om 16:00. En die dag heb ik denk ik meer gedaan. Op die dag heb ik meer gedaan dan enig persoon die je hier op de foto ziet. Inclusief de mensen die hierbij aanwezig waren en die je niet in beeld ziet. Want deze mensen doen helemaal niks. In de zin van, ik lag gewoon in mijn eigen betaalde Aupingbed. Met mijn eigen lekkere billen en ik viel niemand lastig. Wat denk je wat een CO2-belasting dit concilie heeft gekost? Wanneer krijgen wij onze monies een keer terug van die lui? En het hele gebouw trouwens ook. En die balkonnetjes, is dat wel veilig? Is dat wel goed doorgerekend? En wie heeft die architect betaald dan? Ik niet hoor. Dit is idolaterie. Dit is gif. En dan zaten er ook nog in het midden twee van die ventjes bij iets van wat dan heet een televisiecamera. Opnames te maken van de Apollo-landing of zo. Man, wat een onzin. En dat kost een partij poen, jongen. En er wordt een heleboel in bedwang gehouden. En allemaal liefdadigheid, hè. Want ja, zo'n gebouwtje, dat kost wat. En zoals we allemaal liefdadig zijn. En we doen een duit in het zakje. En dit is dan Vaticaan 2. En hier staat dan Eukumeni. Ik denk Eukumenia moet dat toch zijn. Q-U-I-Quin-Qua-Ja-Nari. Quin, ik ga het even opschrijven. Gaan we even in Google Translate doen. Q. U-I-N-Q-U-A-G-N-A-R-I. Nou, kijken wat dit oplevert. Hij staat default op Latijn. Dat komt omdat ik mijn vorige ding even gecheckerd heb nog. Dan ga ik typen. Q-U-I-N-Q. U, A, G, N, A, R. Oh, hier komen we het lekker niet uit. Het moet... Quin, even kijken hoor. Quin, Q, U, A, G, N, A, R. Nou, dat gaat het even lekker niet worden. Het is gewoon geen Latijn. Is het dan Spaans of zo?
Pattern detected. Oké. Okay. Nou, daar heeft u dus geen vertaling voor. Ik ga het even zo doen. English. Council. En dan hier naar Latijnio. Kom op. Dat is Concilium. Ja, precies. Wat staat hier dan? Quinquennium? Nou, dat weet ik nog niet. Wat ze hier gedaan hebben, wat er gebeurd is met de geschiedenis. Er is onder ons mensen van onderen af is er gekomen een mens en die was niet materieel. Die wilde alleen maar leven. En kinderen krijgen, goed zorgen voor je kinderen. En die beweging, dat was natuurlijk altijd al zo. En toen de taal kwam, toen kon die beweging ook in taal worden uitgedrukt. We waren eerst en toen kwam de taal. Of beter gezegd, eerst kwam de taal en toen kwam wij. Een eeuwige woordentwist. Houd dat goed in de gaten. Je taal is heel belangrijk. De mens creëert via zijn taal. En de taal die gepredikt wordt, of die aansluiting vond bij grote groepen, de eerste, dat is de I Ching, het boek der veranderingen. En daarna krijg je de Dhammapada, de werken van Confucius en de Tao Te Ching. En daarna de Dhammapada. En 300 jaar later Christus Jezus. En toen werden deze lui pissed off. Daar hadden ze er echt schoon genoeg van. Want Christus Jezus, dat was zo kort en bondig. Dat verbreidde zich als een lopend vuur. En daar moest wat aan gebeuren. Nou, en hier zie je dan de bestrijding van het christendom anno 1962. Tot en met 64. Dat is een tweejarig concilie geweest. Daar hebben ze al die christenen opnieuw de mond willen snoeren. En iedereen een pakje aan en een blaadje voor. En wat doe je daar? Beetje lopen galmen tussen een paar muren. Met beelden om je heen. Knap gemaakt en iedereen kijkt naar die rijkdom. En die denkt dat hij zelf ook zo rijk is. Maar je wordt niet rijk van het kijken naar een mooi gebouw. Net zo min als het kijken naar een mooie vrouw. Dat is idolatrie. En de ellende die dat heeft opgeleverd, het is te erg voor woorden. En er is ook maar één antidote. En dat is dat je weer menselijk wordt. Dat je terugkeert naar die oproep van je voorvaderen. Die zich wisten vrij te wezen of vrij te zijn van die heersers van het kwade. Dat is wat Frederick Tupper, zoals hij zegt. Het zijn de rulers of evil. Onder ons, daar lopen een aantal ongelofelijke in de rondte. En waar komen die vandaan? En als die mensen er zijn, dan krijgen wij een overheid die die mensen in bedwang kan houden. Het punt is natuurlijk dat die mensen, die overheidsmensen, dat maar heel beperkt kunnen. Ze zijn niet echt creatief. En wij misschien wel. En als wij ervoor zorgen dat er gewoon onder ons niet meer van die ongelofelijke piemelino's in de rond te lopen. Trouwens, dit mag ik wel zeggen. Dit is ze dus. De werkster. En dit is een hele goede vriendin van mij.
En zie je ook dat iedereen laat hier alleen maar zijn handen zien. Dit is Sander, prima vent. En vanaf zijn nek. En zij ook. Een heel klein beetje hier open, maar goed. Was ook warm daarbinnen hoor. Dat zie je van haar. Zij is geen slaaf, hij is geen slaaf en zij is ook geen slaaf. Heeft wel mooie benen met een legging of zoiets. Maar ze is wel helemaal aangekleed. Hè? Geen korte rokjes en zo. Het is al sexy genoeg zoals het is. Oké, hier is het beter in beeld. En daar zit Sander ook lekker. Dit heet het levensraam. Hè? Je zit er in de kroeg en niet zeiken. Je mag gewoon met je schoenen op de stoelen zitten. Dus kom hier niet naartoe met je. Ja, je mooie design dressje. Krijg je vlekken. Ja. Mooie bloemen hier. De vriendelijkheid onder ons, die moet je opzoeken. En je moet een gesprek aangaan. En dan komt het van onderaf omhoog. En daarbij de Bijbel citeren. Want dat ga ik dus doen als ik deze heb afgemaakt. Dan ga ik Frederick Tupper-Saucy oplezen. Die Bijbelteksten, dat is onze consensus. De Bijbel is onze consensus. Dat is waar we het over eens zijn. Het is de Bijbel is dikker dan de Koran. Niet ten nadele van een Mohammedaan, maar de Bijbel is dikker. In de Koran staat het ook. De Koran vertelt ook van Ibrahim. En in de Bijbel staat ook van Ibrahim. Ja, de Koran refereert ook aan de Bijbel. Wat wij Jezus noemen, Christus Jezus, de gezalfde, die noemen zij Isai. Ja. Heb ik daarom ruzie met een Noord-Afrikaan? Nou, ik dacht het niet. In zijn boek staat dat hij respect moet hebben voor mijn, ja, hij noemt het dan profeet. Dat vind ik voorlopig genoeg. De rest komt daarna wel. En zo moeten wij gaan toewerken naar een wereldgeloof. Als wij blijven geloven dat we anders zijn, omdat we christen zijn, dan een boeddhist. Ja, dat mag echt niet van Christus Jezus. Christus Jezus heeft gezegd, wat zit je druk te maken over die splinter in andermans oog. Terwijl je ternauwernood rondom je eigen balk die in jouw oog zit, kan kijken. Oordeelt niet, hè, opdat gij niet geoordeeld worden. En dat betekent, natuurlijk mag je oordelen, want hij heeft gezegd, je moet je vrienden lief hebben en je moet je vijanden lief hebben. Nou, het is duidelijk, je moet lief hebben. En Christus Jezus vraagt aan jou, van, heb je vrienden lief, heb je naaste lief, wie zegt. Heb je naasten lief en heb je vijanden lief. Daar hoort wel een verschillende liefde bij. Je moet dat oordeel wel weten te maken. Want je mag geen parelen voor de zwijnen gooien. Dan ben je ze gewoon kwijt. Ooit gehoord van een zwart gat? Natuurlijk mag je oordelen. Maar je mag niet oordelen om jezelf te verheffen. Het oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Die route mag je niet kiezen. Je mag niet oordelen in die zin dat je zegt, oh, maar dat was altijd al een eikel. En jij dus niet? Oh ja, joh. Dat mag niet. Je kan wel zeggen, je bent een vijand. Ja, dan weet je gelijk dat je die persoon lief moet hebben. Want dat moet ook. Dus het oordelen, daar gaat het verder. Het gaat over je intentie van je oordeel. En als we de intentie van ons christelijke oordeel gewoon projecteren en naar buiten brengen en opengooien naar een boeddhist. Nou, die wordt christelijk voordat jij Mississippi kan spellen.
of gaan zich christelijk gedragen. En dat is al genoeg. Want in het Nieuwe Testament staat dat het de vruchten zijn die de naam bepalen. Ook van jou. Ook van die boeddhist. En dan ken je maar een boeddhist, die heeft nog nooit de Matthäus dinges gelezen. En hij doet het op de smalle weg. Hij bewandelt de smalle weg. Wat denk je dat zijn loon zal zijn? Kan jij zo dadelijk zeggen tegen onze vader van ja, moet je luisteren. Ik heb dan een beetje, ja, dinges, maar ik ben wel iedere week naar de kerk geweest. Denk je dat je daarmee wegkomt? Denk je dat mijn vader dat waardeert? Dat jij je tijd verspild hebt met je chagrijnige kop? Terwijl je alleen maar zat te wachten tot meneer pastoor uitgeluld was. En aan de overkant van de kerk hadden ze altijd een kroeg. Dan kon je tenminste om 12 uur 's middags met je vrienden even, ja, gaan we zelf even prediken. Maar eerst 3 jenever. En moeder de vrouw die sleurt de kinderen wel mee naar huis. Kijk, dat hoef je niet te doen. Als christen hoef je niet aan de kerk. Als christen hoef je niet eens elke dag je Bijbel te lezen. Laat dat over aan de schriftgeleerden van deze tijd, zoals Jurk Liesman en Tom Frass, Walter Veit en Richard Bennett. Als je gewoon begint bij Jurk Liesman, J-O-umlaut-R-G, Jurk, net als op zijn, ja, Jurk op zijn Engels, Jurk, akel, don't call me Jurk, maar Jurk. Met een G, met een K. Niet met een K, want in het Nederlands is het jurk. En dat is iets wat vrouwen aandoen, hè? Weet je wel. Dat is iets anders dan een rok. Maar jurk en dan Gliesman. Dat is G-L-I-S. En dan man op zijn Duits. Maar dan dubbel N. Dan kan je alles vinden. Je gaat er maar tijd in stoppen. Want het is tijd voor onze kabouters. Om er iets aan te gaan doen. En wij zijn met velen. En zij hebben alleen maar wapens. Ik zal deze er ook nog even bij pakken. Want hier geloof ik ook in. Deze website is van Alan Watt. Klein beetje verkleineren. Het plaatje. Kijk, hier gaat het mee om. Deze website van Alan Watt. Heb je echt. Hier staat er ongelooflijk veel in over de geschiedenis. Alan Watt is geen Bijbelciteerder. Maar dat wil niet zeggen dat hij. Ja. Ja, je moet gewoon naar een mens luisteren, toch? Ja? Naar hem mag je luisteren, hoor. Hij is geweest bij Alex Jones. En Alex Jones, dat vinden wij, de christelijke die internet gebruiken om kennis te verkrijgen. En wij hebben zo'n beetje onze twijfels over Alex Jones. Is die meneer wel helemaal eerlijk bezig? Of verzwijgt hij dingen? Nou, Alan Watt heeft gewoon heel voorzichtig. Want hij kwam een paar keer bij Alex Jones. En toen helemaal niet meer. En ik luisterde gewoon altijd naar zijn uitzendingen. En toen heeft hij ook gezegd van ja, ik wil niet meer gelieerd zijn met websites die spullen verkopen. En toen dacht ik, wow, ja, die website van Alex Jones, die zat helemaal vol van, ja, koop hier een apparaat en dan kan je in je auto alleen maar water doen en dan rijd je auto op water. Ja, maar hierom ging ik hier naartoe. Dit plaatje. Dit is hem. Dit zijn wij en dat zijn zij. En die tussenlaag,
Die dus, normaal hier heb je dus die Kung Fu Fighter. Dus Alan Watt heeft zijn plaatje erin geplakt. Everybody is Kung Fu. Ja, okay. Thank you.
Thank you.